Als nou iemand tegen, als jij nu vandaag tegen mij zegt, slaap je bek. Denk je dan dat ik wacht tot je me op mijn bek slaat? Ik ben 66 jaar, maar ik sla je toch eerder op je bek dan jij mij op mijn bek slaat. En dat is waar we het nu over hebben. Voor mij is een lekker wijf een lekker wijf. No matter the color. Je kan blond zijn, je kan zwart zijn, je kan bruin zijn, je kan Marokkaan zijn. Het maakt voor mij niet uit. Een mooie vrouw is een mooie vrouw. En daar gaat het om. En dat is onze business. Onze business is mooie vrouwen. Ik ben een marketingman. Ik zeg niet zo snel van, ik ben een textielman, want ik zou in theorie zou ik, wat ik doe, zou ik voor veel producten kunnen doen die ik leuk vind. Nou, lingerie, dat is echt op mijn lijf geschreven, dat vind ik leuk, vind ik spannend. Heel brutaal, sexy, tegen Ordi aan. Mensen dan zogenaamd erg vinden. Iedereen zegt, ja, dat is wel ordinair hoor, dat ze. Maar ondertussen, ze vinden het geweldig. Nou, Amsterdam-Zuid. Hier is mijn grote liefde, Natalia. Gijsgat. Zo, nou. Gezellig. Gezellig, dat doe ik. We hebben elkaar ontmoet. Het was 2000 en ik was aan het verbouwen in Amsterdam, een pand op het Rokin. En ik ging lunchen bij een restaurant. Ik ben eigenlijk zo'n beetje klaar en ik zie iemand gaan afrekenen. Een hele mooie lange vrouw met een perfect figuur. En die loopt de deur uit. En ik liep eigenlijk ook gelijk de deur uit. Misschien wel expres trouwens. En op een gegeven moment haalde ik erin op het spui. En ik denk, ik ga toch eens vragen. Ik wist bijna al zeker. Ik zeg, you must be Russian. En ze kijkt zo'n beetje vanuit de hoogte naar beneden. Want het is natuurlijk wel een stuk langer. Yes, I am. What about it? So ik zeg, how about a coffee? Ze zegt, well, I just had a coffee. Ik denk, oh, dat begint lekker. How about lunch tomorrow? Same place, same time. Oké, okay, I'll be there. Bye. Mijn vader zei altijd, wie zich niets verbeeldt, is niets. En dat is ook zo. Zijn hele leven is verbeelding. Alles wat ik doe, mijn vak, is verbeelding. Weet je, ik maak iets wat mooier dan wat het in werkelijkheid is, eigenlijk. Ja, en daar stinken mensen erin. Al die mooie meiden die je in beeld ziet, ze bestaan wel, maar ik maak ze eigenlijk ook weer zo met artwork en Photoshop, dat ze eigenlijk ook weer niet bestaan, weet je? Dus fantasy. Oh, that's you. Natalia zegt altijd dat ik dat Robert, ben. Yeah. Ja, dat ik dat ben op die schildpad. There's a guy sitting on top of a turtle. I really feel it's me. Yeah, this is Robert. Yeah, why? Yeah, because I live in a fantasy. And fantasy. And it's nice to live in a fantasy. So, you know, you don't necessarily... He sits on top of big turtle. He's the boss. He knows what he's doing. Yeah, the boss of the... Boss of the... Kind of the life. Boss of the world, but at the other hand, the boss of a big... Big fantasy. How's my wound? Let me see. No, it's not bleeding. Okay. Oh, you make... Let me touch you. Hurt? Nah. Oh, and I see myself. Kijk, daar staat Natalia. Daar staat Natalia. Ja, dat is wel leuk, hè? Good to see. Beautiful woman, ja. Ik kijk naar een vrouw als business. Het bloed, it's bleeding. Ja, yeah, it's bleeding. Is Natalia ook business voor jou? Het was, ja, ze begonnen natuurlijk wel, uiteindelijk. En nu? It's bleeding bad. Ja, hier.
Nee, Natalia is voor mij, ja jongens, even mijn hoofdwond. Ik word tussen de bedrijven door gewoon, take the clean part. I know what to do. Oké. Ja. Nee, maar Natalia is natuurlijk meer, veel meer dan business. Maar ja, dat mag ook wel na verloop van tijd. Maar ik kan haar ook nog wel echt zien als een sexy vrouw. Dat, ja, dat zie ik ook wel dan los van elkaar, weet je. Het is niet dat knussen dat, of verzorgende wat ik dan nu even heb. Zo. Ja, dat is dan... Tuurlijk, dat is fijn als je dat ook om je heen hebt. No. Het is ook niet zo, omdat ik vrouwen oppervlakkig beoordeel, dat de vrouw waar ik zelf mee omga, dat ik dat op dezelfde manier doe. Voor een deel, ja. Sommige vrouwen, dat lees ik dan wel eens in de media, die vinden mij vrouw onvriendelijk. Als ze me dan vragen stellen van, ik noem maar, ja, gaat het jou alleen om het uiterlijk? Ja, dan krijgen ze gewoon een kort en duidelijk antwoord, ja. Nou ja, dan krijg je, ja, maar vind je het dan niet belangrijk of iemand nog wat te vertellen heeft? Nee. Want het is helemaal mijn vak niet, weet je. Het interesseert me helemaal niet of iemand iets te vertellen heeft. Ik zet mooie plaatjes neer, die vrouwen moeten er mooi en sexy uitzien. Volgende vraag, die kan je op je vingers laten. Vind je vrouw een lustobject? Ja. Daarom word ik ook vaak gevraagd voor dat soort lezingen. Eind deze week heb ik een lezing voor 250 vrouwen in de industriële club. Trok in. Vanavond een bijzonder gelegenheidsduo die graag de discussie met ons aangaat over hoe je als marketeer op vrouwen zou moeten richten. De eerste stelling is sex sells. Nou, Rob? En dat klopt. Ja, hè? Mij spreekt dit dus echt absoluut niet aan. Als ik die zwarte BH neem, vind ik het een hele mooie BH, maar toch vind ik het een heel irritant plaatje en ik zou hem zo niet gaan kopen. Nee. Dus daarom moet je toch, denk ik, nadenken over van wat straal ik uit met het plaatje wat ik maak. Oké. Begin 2007 waren wij geen merk. Eind 2007 waren wel een merk. En ik heb op een bepaalde recalcitrante manier heb ik een merk in de markt gezet waar ik heel bewust mijn eigen keuze gevolgd heb. Maar ik denk dat ik een goede job gedaan heb in de afgelopen 5 jaar op mijn manier. En dat het jou niet aanstaat, of haar niet aanstaat, of wie niet aanstaat, daar heb ik ook begrip voor. Het is ook niet zo dat ik het doordram. Maar ik heb een beslissing moeten nemen. En dit was mijn beslissing. Ik had een Joodse vader en die is gaan onderduiken in Beverwijk. Mijn vader is een survivor geweest. Die heeft er alles aan gedaan om niet in de rij te gaan staan voor die trein met een ster op. Maar zonder dat je ook maar iets deed, je af liet voeren naar Polen en daar vergast werd. Dat heeft mijn vader niet gedaan. Maar mijn vader was na de oorlog natuurlijk ook best wel een recalcitrant mens. Eigenlijk heb ik dat ook wel. Maar dat is je meegegeven vanaf je geboorte, weet je. Als je continu hebt moeten vluchten om jezelf in leven te houden. En je continu hebt moeten verdedigen en moeten vechten. Ja, dan zit dat er gewoon in. En dat is niet anders. Dus ja, het heeft heel veel invloed op hoe ik nu ben. Niet altijd ten goede van mezelf, dat realiseer ik me ook wel eens. Ik kan een verdomd irritant baasje zijn. Nou, pleurisme wat wijn op tafel, dan hebben we tenminste beeld. Dus ja, weet je, het is wat je meekrijgt. En ik denk dat wij allemaal veel meegekregen hebben. En niet altijd in ons voordeel, weet je. Soms denk ik wel eens, ik wou dat ik geen Joodse vader had gehad. Gewoon lekker. Een Nederlander, een boer, weet ik veel. Geen gezeik aan mijn kop. Het is niet dat ik dit opzocht. Het is dat ik wat ik meegekregen heb. En daarom heb ik ook altijd die urge om te winnen, weet je. Met alles. Maakt niet wat het. Als sta ik voor een stoplicht. Wil ik de eerste auto zijn die wegrijdt. Dus het is mijn hele leven is een wedstrijd. Ik kan het niet veranderen. En ik kan je ook vertellen, ik geniet er niet altijd van. Wel veel, maar niet altijd.